Hey, welkom bij het programma Veranderde Mensen. Vandaag hebben we Robbie Hageman in onze studio. Hij is tweevoudig wereldkampioen. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. En ik ga vandaag met hem een interview hebben over wat God in zijn leven heeft gedaan. Nou, stel je voor dat je daarover na wilt denken. Nou, dan zou ik zeggen, misschien wil je wel in één keer een nieuwe start maken. En dan denk je dat je een druk op de knop kan doen en dat het dan allemaal in je leven in één keer veranderd is. Dat zal bijna voor heel veel mensen een droom zijn. Maar gelukkig bij God heeft God die knop voor jou wel om het verleden wat je mee hebt gemaakt, om dat te kunnen uitwissen. En ik ga nu in gesprek met Robbie. Robbie, van harte welkom in de studio van Christ Channel. Dankjewel, Hans. Fijn dat je er bent. En dat wij hier zo vandaag mogen zitten. Ja, ik vind het geweldig. Ja, mooi. En ik ben de afgelopen dagen ben ik een beetje aan het nadenken geweest van, wat ga ik Robbie allemaal vragen? En dat vond ik eigenlijk wel heel erg moeilijk. Ja. Ik denk van, weet je wat, ik wil gewoon eigenlijk in om te vragen aan jou van, wie is Robbie Hageman? Wie ben jij? Ja, ik ben geboren en getogen in Nunenaar. Ik heb heel lang in Eindhoven gewoond en geprobeerd met mijn sport Eindhoven altijd zo positief mogelijk op de kaart te zetten. Ik ben sportkampioen geweest in Nuenen en in Eindhoven. Eindhoven is dan ook een kampioenenstad, dus dat was heel speciaal. Ik ben twee keer wereldkampioen kickboksen. Ik ben vader en getrouwd met mijn vrouw. Ik ben vader van drie kinderen. Daar ben ik. Juist, en in je dagelijks leven, doe je dan op dit ogenblik? Ik heb een sportschool in Valkswaard, naast Eindhoven. En die sportschool gaat gelukkig goed. Verder train ik zelf nog. Ik geef heel veel personal trainingen. En ik ben coach voor wedstrijdvechters. Wauw. Ik vind het mooi, hè? Want in principe hebben we jou zo net zien prediken. En dan zie ik ook de mentorschap naar voren komen die jij als persoon mag zijn, een mentor. En ik denk dat is zo mooi als je mentor mag zijn. Hoe ervaar je dat zelf in je eigen leven? Boah, ja, het mentor zijn, ik ben eigenlijk altijd het mentor geweest van mijn leerlingen. Zeker ook die wedstrijdenvechten, die luisteren dan ook extra goed. Natuurlijk mooi om te zien, om dat terug te zien bijvoorbeeld in een wedstrijd. Maar dit is wel heel speciaal, het was voor mij de eerste keer. En ik hoop dat ik daar een aantal mensen mee kan bemoedigen. En dan zie je het ook terug in het leven, in het daadwerkelijk dagelijkse leven. En ik weet niet hoeveel mensen ik ermee kan gaan bemoedigen en kan overtuigen of aanzetten tot. Maar ik heb drie kinderen, een vrouw. En gezin is voor mij heel belangrijk. Mijn vader en moeder, heel belangrijk, broertje. Mijn vader en moeder die gaan nu ook 's weekends naar de kerk, dus dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat je dat wel, dat een wens van je hart is, hè? Om te zien dat mensen kunnen in het dagelijks leven kampioen zijn, maar net geen kampioen, je kan kampioen zijn op één vlak in je leven. Ja. Je kan kampioen zijn in het verkopen van een geweldig goed product. Maar ik denk dat jij wel kan spreken over een heel andere kampioenschap. Ik denk als ik gewoon kijk naar jou, hè, in hoe jij mensen kan motiveren en stimuleren. En dat je eigenlijk laat zien aan de mensen dat ze mogen groeien. Hoe zie je dat groeiproces? Ja, ik ben ook benieuwd of ik dat ga zien in mensen op het spirituele vlak, zeg maar. Ja. Maar In de kickboxwereld, zeg maar. En mijn zoontje, ik hoop eigenlijk dat hij gaat voetballen. Want klap op het hoofd is toch nooit goed. Maar hij wil zelf heel graag papa ook worden. En, ik denk dat het ook logisch is. Dat we willen heel vaak in de schoenen staan van onze favoriet. En jouw zoon, die kijkt natuurlijk naar de vader als een beeld van een mooie overwinnaar. Ja, dat klopt. Maar dat is ook wat ze zeggen. Hè. Ik kan wel tegen mijn zoon zeggen dat hij niet moet doen. Maar als ik het zelf wel doe,
dan gaan ze toch dat voorbeeld volgen vaak. Ja. Dus als ik het goede wel aan hen vertel, maar ik doe zelf het verkeerde, ja, dan gaat het denk ik op een gegeven moment gaat dat mis. Daarom probeer ik nou ook God een beetje structuur in het leven te krijgen van zowel mijn drie kinderen als mijn vrouw als mijn ouders. En probeer het goede te doen, zeg maar. Wat mij in dit gesprek zo naar voren komt en wat ik gewoon heel mooi vind, jij geeft eigenlijk aan dat je zegt van oké, ik ben tweevoudig wereldkampioen in het kickboksen. Ik heb heel wat titels eigenlijk op mijn naam staan en heel veel overwinningen. Maar ik geloof dat de grootste overwinning die ik bij jou in je leven zie, dat is jouw vrouw, in jouw familie, in jouw gezin. Ja. En dat is bijzonder. Ja, maar dat klopt. Ik denk dat het ook mede dankzij haar is dat ik zo ver ben gekomen. Sowieso dankzij mijn ouders. Die hebben altijd achtergestaan, wat ik ook deed. Ja. Maar als ik dan iets deed, moest het wel met volle overtuiging, want anders dan ging hun er ook geen moeite in stoppen. Maar dat heb ik met volle overtuiging gedaan op mijn carrièrevlak dan, zeg maar. En ze hebben mij daar ook altijd in gesteund. Mijn broertje wou dat niet, maar daar hebben ze hem ook in gesteund. Hij wilde lekker van alles doen, en dat was ook goed. Ja. Maar we moesten wel keuzes maken. Ja, maar dat is toch goed, hè, om keuzes te maken. Ja, ja. Kijk, ik denk zelf persoonlijk, hè, daar heb ik van de week over nagedacht. Iedereen heeft wel dingen meegemaakt in zijn leven waardoor je eigenlijk tot iets bent gekomen. En daar dacht ik over na. Ik denk van bij Robbie is het misschien wel, nou weet ik dat jij een geweldige vader en moeder hebt gehad. Maar stel je voor dat je ouders elke nacht ruzie hebben en je ligt op bed. He, en dat je op dat moment nadenkt als klein jongetje van weet je wat, ik ga op kickboksen, want dan kan ik misschien mijn vader of de persoon in kwestie tegenhouden. Maar dat is bij jou eigenlijk niet het geval geweest. Nee, ik heb gelukkig altijd een goede voorbeeld gehad van mijn ouders, want ze roken niet, ze drinken niet. Sinds ik er ben eigenlijk heb ik dat nooit gezien in ieder geval. En zelden ruzies. Dus ik heb eigenlijk het juiste voorbeeld wel gehad. Ja. En als er ruzies waren, dan zei mijn vader altijd, we praten dat uit. En op de een of andere manier wilde ik hem toch wel trots maken. Ik weet dat mijn moeder altijd heel trots was. Mijn vader zei dat ook wel altijd. Ja. Maar ik zag toch, net als bij mijn opa, als we niet presteerden, zeg maar, mijn vaders vader dan. Dan zag ik gewoon de teleurstelling en dan wilde mijn opa ook meteen weg. En mijn vader eigenlijk hetzelfde. Ja. Als het niet goed ging, dan waren ze toch niet trots. Dus wat wil je? Je wilt toch je vader ook trots maken en mijn opa ook zeker, want dat is een van mijn grootste supporters. Ja, hè? Ja, dan doe je er alles aan om toch te winnen. Dus eigenlijk net als eigenlijk gisteravond zag die film van Creed. En dan zegt die moeder, die zegt eigenlijk tegen haar zoon die weggaat, van nou, als jij gaat kickboksen of je gaat boksen, ik ga niet kijken naar jou. Want dat vind ik verschrikkelijk, want ze heeft dingen meegemaakt in haar leven. Maar dan vind ik het mooi dat jouw vader eigenlijk de grootste fan van jou is. Ja, en mijn opa denk, samen met je opa, vader, die zijn, mijn vader heeft altijd heel erg gesteund. Mijn moeder heeft ook al een hele tijd, al lang geleden gezegd van jongen, stop er toch mee. Ja. Die is toch wel trots. Alleen mijn vader, hij zegt het misschien ook wel, maar ik weet zeker dat hij dat niet kan missen. En mijn opa hetzelfde. Nou moeten we het helaas noodgedwongen missen. Ja. Alleen de laatste 2 jaar. Alleen Ja. Je hebt, hoeveel gevechten heb je? Ik begrijp zo even een beetje dat je meer dan 200 gevechten hebt gehad. Ja, ik denk zeker over de 200 partijen. We waren ook in de jeugd, dat weet ik zeker. Iedereen die me kent uit de kickboxwereld, die weten mijn jeugdpartij nog wel. We waren zeker de beste jeugd in Nederland. Toen ben ik op een gegeven moment als jeugdvechter naar China, Japan gevlogen. Wow. Geknokt voor 40.000 toeschouwers tegen eigenlijk al full prof. Dus we wisten van tevoren, ik wist dat natuurlijk niet, maar ik dacht ook nog van ik ga voor de winst. We vochten hier in Nederland 3 keer 1 minuut en ik moest daar 3 keer 3 minuten knokken eigenlijk. Ik heb de eerste ronde ging het heel goed, ik ging ook nog redelijk gelijk op. Was al boven verwachting natuurlijk van de kenners was dat goed en de tweede ronde ging ik neer.
want mijn handen waren hier. Je bent 3 keer 1 minuut gewend en ik was al in de 5e minuut bezig. Mijn handen zaten laag, ik kreeg een hoek, neergegaan. Maar zo ben ik wel weer, door dat verlies, ben ik wel aan mijn contract met Glory gekomen. Want die hadden dat ook opgepikt en daar ben ik uiteindelijk A-klasse geworden. Dat is het hoogst haalbare in de sport. Ja. En mijn eerste 8 A-partijen. Ik denk dat dat zeldzaam is, dat iemand zijn eerste 8 A-partijen gewoon achter elkaar wint. Wauw. Ja. We hebben hier ook een filmpje van jou. En dan zien we jou ook vechten. En en dan gaat er wel behoorlijk hard aan toe, hè, als ik dat zo zie. Ja, dit is al op wat latere leeftijd. Het is niet, ik denk 2016, 17 geweest. En hier speelde ik nog gelijk tegen iemand die ik, waar ik eerder van heb gewonnen. En ik had hem onderschat, ik had weinig getraind. En ik dacht eerlijk gezegd dat ik de partij ook gewonnen had. Maar achteraf was het niet slecht dat ze me gelijk hebben laten spelen dan. Juist. Was voor de motivatie weer goed. Ja. Dus soms is het belangrijk om in ons leven scherp te blijven. Ja, ik denk dat daar ook verlies, of in mijn geval was gelijkspel, het voelde als een verlies. Maar ik wilde alleen maar winnen. En, ik denk dat het ene kant, als je dan faalt in je leven, want dan zie je dan dat is falen als je verliest. Ja. Hoe ga je daar vandaag aan de dag mee om? Want ik zie heel veel mensen die willen eigenlijk alleen maar winnen, winnen, winnen. En als ze dan bijvoorbeeld eens een keer in hun leven falen, hoe ga je ermee om? Doe jij dat? Ja, ik heb eigenlijk nooit goed tegen mijn verlies kunnen. En ik speelde hier gelijk, maar dan als ik won, een partij won, dan was ik de dag later, stond ik weer. Als ik won, dan was ik de dag later rust en dan begon ik een week later weer met trainen. Maar als ik verloor, dan stond ik de dag erna bij wijze van alweer op de mat. Juist, ja. Je wilt niet nog een keer verliezen, zeg maar. Dus dan ga je er alles aan doen, toch, ik dan in ieder geval, om de volgende keer toch te winnen. En je zegt ook, hè, dan ga je naar China, geloof ik. China, Japan, Turkije, Georgië, we zijn over de wereld. Wauw. En dat is natuurlijk een heel andere cultuur en een heel andere systeem misschien van boksen, moet ik dat zien? In China bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld China, de mensen zijn heel anders. Het is druk. Ja, het is gewoon druk. En ik heb toch, ik overal waar ik kom geniet ik toch wel, want het is overal anders. Ik wou het liefst ook nog, als ik niet had gestopt, ik heb een contract getekend bij Glory. En ik zei ook tegen mijn vader, dan kan ik een keer in Amerika mijn kunsten vertonen, om het zo te zeggen. En dat is er helaas dan niet meer van gekomen, maar ik had graag de hele wereld toch overal wel een beetje cultuur en dingen willen proeven, zeg maar. Juist, ja, dat is ook heerlijk, hè, dat je dat zo mag doen. Als ik gewoon eens een keer kijk, hè, dan vraag ik aan jou, wat zijn eigenlijk hoogtepunten in je leven, hè, waar je eigenlijk over terugdenkt? Dat je zegt van wauw, dat was een geweldig moment. Bijvoorbeeld, je kan de geboorte van je kinderen of dat je misschien getrouwd bent of iets anders. Maar wat voor hoogtepunten heb jij gewoon, hè, dat je zegt van nou, deze hoogtepunten, dat vind ik een hele belangrijke. Het mooie? Mijn eerste verliespartij. Toen ben ik echt begonnen met trainen. Mijn vrouw, getrouwd, Conor McGregor. Dat was voor mij niet zo speciaal, omdat ik al mijn hele leven getrainde met de beste bij Golden Glory destijds. Ja. Maar heel veel andere mensen vonden dat speciaal, waardoor het voor mij ook weer speciaal werd. Ik heb ook meegemogen naar Amerika, maar dat heb ik toen afgezegd. Cristiano Ronaldo misgelopen, de verjaardag van Jennifer Lopez misgelopen. Maar wel bij mijn zoontje geboord geweest, mijn eerste zoon, en die had ik voor geen goud willen missen. Ja. Ik ben best vergeetachtig en ik weet niet of dat door de klappen komt of waar dat aan ligt, maar van mijn zoontje geboord, ik weet niet dat mijn vrouw zei, ja, we moeten nu weg en dat ik naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven reed en dat het gewoon in één keer gebeurt, zeg maar. En dat is me gewoon, die dag is me gewoon helemaal bijgebleven, dus dat is wel heel erg speciaal. Hoogtepunten, het zijn eigenlijk dieptepunten, maar de overlijden van mijn opa en oma, familie staat bij mij heel erg hoog. Ja. Dat vind ik heel erg jammer. De omslagpunt, zeg maar, van het vastzitten naar het geloof staat bij mij ook hoog.
ja, God leren kennen. Ja. Ja, ik heb eigenlijk veel minder stress. Ik heb eigenlijk nooit echt stress gehad, maar nu, ja, ik ben niet bang, want nee. Ja, vrees geen mens en ja. Snap je? Dus ja. Ja. Ja, dat zijn toch wel, ja, Japan was ook een hoogtepunt. Ik heb daar wel verloren, maar voor 40.000 toeschouwers als manneke van 16 in Japan tegen daar de lokale held was wel ja, mooi. Thailand vergeet ik nooit meer, de vakanties daar. Jammer dat we er nu niet naartoe kunnen door corona, maar ja, zoveel mooie dingen. Ja, ja, zeker. Als je dat gewoon zo bekijkt, hè, je had het net even van al even over Jan Bekering. Ja. Een ingrijpend verhaal eigenlijk, hè, dat je eigenlijk God leert kennen op een moment in je leven dat het eigenlijk heel duister is. Ja, maar dat zei ik net ook, in donkere plekken moet je het licht laten schijnen. Juist. Vandaar dat ik nog een keer mijn comeback wil laten maken. Door mensen zou dat niet mogelijk zijn, want een van de beste specialisten uit Nederland die mij heeft geopereerd, die zegt: het is nooit meer mogelijk om te knokken. En ik adviseer het ook, ten strengste niet. Maar in de Bijbel staat: door God is alles mogelijk. Als je kijkt naar Gideon, hè, dan was hij ook een behoorlijke strijder. Hè, die ook niet bang was om eigenlijk een confrontatie aan te gaan met de vijand. En ik denk dat jij ook wel in je leven graag die confrontatie aangaat. Ik denk ook dat je niet bang hoeft te zijn, ja, voor wat gaat komen of voor wie voor je staat, als je weet wie erachter je staat. Dat is een heel mooi gezegde. Die angst ken ik eigenlijk niet. Nee, en dan is het de persoon die achter je staat. Hoe moet ik dat zien? Ja, God is altijd bij je, toch? God is altijd bij je, amen. Dus dat is eigenlijk ook wel, je geeft eigenlijk aan van, je hebt eigenlijk heel veel kracht in je eigen leven. Ja. Heel veel overlevingskracht eigenlijk wel, in een winnaarsmentaliteit. Ja, ik heb winnaarsmentaliteit zeker. Ik wil altijd winnen en ik ben ook voor niemand bang. Ja, hier in Nederland werd je meteen afgestreept als ja, hij heeft een operatie gehad, dus ja, waarschijnlijk ook tegen een Nederlander zal ik niet snel meer knokken. Want die denken, ja, die jongen heeft een operatie gehad, is gehandicapt bij wijze van. En dan vecht ik toch tegen iemand uit het buitenland die daar niet van heeft gehoord. Ja. Ook goed, ik ben niet bang. Ik had mezelf opgegeven voor bare knuckle, dat is zonder handschoenen. Wow. Ik zeg, helaas kan dat ook niet, omdat dat in Amerika heel groot is. En ja, nu met corona is dat gewoon voor hun niet te doen. Nee. Met het risico dat ik daar positief voor getest en dan weer terug moet, zijn die kosten gewoon te hoog. Maar ik ben, ja, dusdanig niet bang dat ik daar wil laten zien zonder handschoenen. Dat ik gewoon, ja, er nog ben, zeg maar. Ja. Ik heb ook geen moment gevreesd toen de dokter tegen mij zei, je hebt een tumor in je hoofd. Ik ben geen moment bang geweest. Ik heb ook daar geen moment voor gebeden. Ik bid elke avond, ook met het eten, maar ik bid ook elke avond voor mezelf. Dan bid ik niet voor mezelf, maar dan bid ik voor mijn kinderen en voor mijn vrouw, voor mijn gezin. Maar ik heb nog nooit gevraagd of ik, terwijl ik bij Outreach Zutphen heb gehoord dat ik mocht bidden voor genezing. Ja, ja. Dat hoeft niet, want ik weet dat God voorziet en uiteindelijk ook voor mijn kinderen zal zorgen. Voor zijn kinderen zal zorgen. Dus ja, die angst ken ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik geloof er ook wel in. Ik geloof natuurlijk in de Heere God en ook in bovennatuurlijke wonderen wat plaats kan vinden. Maar eigenlijk heb je al een heel groot wonder meegemaakt, hè, doordat je knock-out ging bij Glory. Ja. Hè, en dat je een hersenscan moest laten maken. Ja. Hè, en dat ze dan op dat moment erachter komen dat je dus een tumor in je hoofd hebt. Klopt, maar het is al een wonder dat ik daar überhaupt ging knokken, want ik knokte ook, ja, voor de eer, maar ook voor het geld. En bij Glory verdiende ik gewoon minder, maar iedereen zei tegen me, ja, waarom vecht ze niet een keer voor Glory? Ik zeg, ja, die hebben me al 3 keer gevraagd, maar ik ga daar gewoon niet naartoe. Ja, dat is onzin. En dan komt toch een beetje dat eergevoel. Dan denk ik, ja, dan ga ik het toch nog, voordat ik ga stoppen, ja, ga ik het laten zien. Ik denk, dat doe ik nog 1 keer. Arena, mooi podium. Ja, maar dat was zeker. Net in het voorprogramma, dus er zaten weinig mensen in de zaal. Maar mijn gesprongen knie die ik maakte waarop de tegenstander neerging en opstond, die werd over 1 miljoen keer bekeken, dacht ik, op Glory. Dus ik kreeg meteen een goed contract. Ja. 7 partijen over 2 jaar. Ik denk, oh, dat is wel te combineren met de sportschool. Dan hoef ik niet te veel op te komen draven bij Glory. En dan kan ik toch nog een keer in Amerika vechten. En dan kan ik toch nog een keer dit doen.
Dus ja, ik teken dat contract. Ik heb een tegenstander staan. Ja, die tegenstander zegt 3 weken van tevoren af. Maar dat was een hele leuke tegenstander. Waar ik voor gevoel al van had gewonnen, zeg maar. En ja. Die zegt af en dan kom ik tegen een tegenstander. Ja, waar je voor mijn trainersgevoel en voor iedereen die er verstand van heeft, eigenlijk niet van kan winnen. Want die jongen die vocht in Rusland al op 83, 85 kilo. Ja. Ja, en ik woog gewoon ongetraind 76 kilo. Ja, en dat heb ik ook wel gevoeld in die wedstrijd. Ben ik knock-out gegaan. Toen zei ze van, je moet een herscan doen. Ik dacht van, ik laat die herscan maar zitten. Ik ga de kampioen uitdagen. Toen ben ik toen heel erg gaan uitdagen, ook op Instagram. Op een gegeven moment begon hij mijn berichten te liken. Ik dacht, oh, nou zijn we een beetje waar we moeten zijn. Toen belde Glory, ja, waar je mee bezig bent, dat kan niet. Ik dacht, hey, dat is helemaal perfect. Dat kan het dus wel. Ja. Anders gaan ze me niet bellen. Nee, zeker. Ik kreeg telefoon van Glory dat het niet kon. En ik denk, daar ga ik mooi mee door. Want ik was de nummer 6 op de Glory-lijst, dus kickboxorganisatie. Met 1 partij eigenlijk verloren in de 77 klasse, maar dat was een klasse te hoog. En 1 partij niet officieel voor Glory die ik verloor. De nummer 1 tot en met nummer 5 hadden van de kampioen verloren. Dan ben ik aan de beurt in mijn ogen. Dat heb ik ook gezegd. En die partij kwam heel dichtbij. Eerst even die herscan doen. Ja, november, begin november neergaan. November, december, januari, februari, maart. Ik denk, dan doe ik snel die scan, dan kan ik in Utrecht nog knokken in april. Scan gedaan, slecht nieuws, hersentumor. Juist. Toch nog redelijk op tijd erbij, want het grootste gedeelte is weggehaald. Alleen ze weten nooit wanneer het terugkomt en daar ben ik ook eigenlijk niet bang voor. Nee. Maar vandaag aan de dag ben je nog wel mensen aan het trainen in jouw eigen sportschool? Ja, zeker. Ik ben mezelf ook aan het trainen. Ik wil nog toch laten zien dat door God alles mogelijk is. En dat ik toch nog een comebackje of een comeback of een afscheidspartij kan. Dat ik minimaal nog 1 keer daar toch in de ring kan staan, zeg maar. Juist, ja. Nou, stel je voor dat je iets tegen de kijker zou mogen vertellen. Hè? Van wat zou jouw advies zijn voor de kijker bij Crash Channel? Wat zou jouw boodschap voor hen zijn? Ja, mijn boodschap. Ben heel loyaal aan je gezin. Spreek dingen uit als het even niet gaat. Heel loyaal aan je gezin. Dus dingen uitspreken als het niet gaat. Dan komt dat in ieder geval goed. Ben loyaal aan jezelf. Probeer altijd het goede te doen. Want wie goed doet, goed ontmoet. En door God is alles mogelijk. En ik ben denk ik het levende bewijs. En dat, zoals hij door mij werkt, werkt hij door al zijn kinderen. Dus ik denk dat voor iedereen alles mogelijk is. Nou, dankjewel voor deze interview en dat je wou komen naar de studio bij Crash Channel. Jij bent... En ik vond het geweldig en het was zeer aangenaam. En ik zal zeggen, ik bid voor jou voor de komende tijd dat God jou gaat leiden naar mooie projecten. En vooral als ondernemer en als sportschoolhouder heb je het natuurlijk op dit ogenblik vrij moeilijk en is vrij zwaar. Maar ik geloof ook wel in de zegen van de Heer die ook op jouw leven rust. Nou, kijk eens. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens. Dag.